En nu ga ik een zelfportret maken. Nou ja, zelfportret. Als travestiet. Als travestiet? En die Warhol ode. Voor een tijd zit het blend. Ja, ik zou als Harry Potter door het leven willen gaan. Dat ik alles kon veranderen ten goede. Maar als ik iets kon bijdragen of iets kon doen, dan denk ik toch wel dat je... Nou, ik zou het niet weten. Maar ik zou het... Ik denk dat ik de liefde zou willen laten zegevieren. Ik denk dat als je alle mensen heel erg verliefd en seksueel gelukkig zijn, dan zou dat zo ontzettend veel schelen in consumptiegedrag, oorlogen en jaloezie en haat. Hè? Dus ik zou ervoor pleiten, of ik zou ervoor naar streven, dat je iedereen in de liefde gelukkig kon maken. En dat ze af en toe ook hele lekkere seks hadden. Kijk, weet je wat het heel vaak ziet bij homoseksueel ook heel vaak? Dan ben je met een vriendje en dan denk je, het mag alleen nog maar leuk zijn. Hè, want we leven, alles moet leuk, moet ook veel geld, moet veel vakantie, mogen alleen nog maar gelukkig zijn. Maar liefde is natuurlijk, hè, liefde, dat is heel erg verliefd en gelukkig. En dan krijg je zoek. En dan ga je weer omhoog. En dan ga je weer, maar iedereen houdt het, stapt eruit bij de eerste keer dat je naar beneden gaat. En soms duurt het, de ongeluk, duurt soms wat langer dan dat je wil. Maar ongeluk hoort nou eenmaal bij geluk. Maar dat willen wij niet meer accepteren. Dus we willen alleen maar geluk, 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 geluk. Maar dat is natuurlijk niet zo. In het begin, dat moet ik eerst ook wat zeggen. Ja, dat is wel heel interessant. Nou, ik kwam dus uit een heel klein dorpje. Uit Hoevelaken. En toen ben ik naar school journalistiek gegaan. Eind jaren 70. En dat was de enige school voor journalisten in Nederland. En dat was een hele linkse school. Een hele vrijgevochten school. En toen kregen we een opdracht om te fotograferen, wat is normaal? En toen ben ik naar een instelling in Den Dolder gegaan voor verstandelijk gehandicapten. En daar heb ik toen met medewerking van één verpleger, 6 of 7 woensdagen rondgelopen en gefotografeerd. En daar ging mij, dat was nogal een vrij open instelling, en daar gingen mijn ogen echt ontzettend open. Als, hoe oud was ik? 19 jaar. Want je zag dat bijvoorbeeld mensen die zwaar gehandicapt waren, verstandelijk gehandicapt waren, wel verliefd werden, ruzie kregen, wilden samenwonen, knuffelen, aanhankelijk waren, maar ook heel agressief, heel boos konden zijn en zo. Dus, en toen dacht ik, dat vormde mij. Ik had dat nog nooit van mijn leven gezien. En dat heeft wel ontzettende indruk op me gemaakt. En misschien ook wel in mijn latere leven. Dat weet ik niet. Ja, doe travestie hoor. Later. Weet je waarom al die mensen... You know why all those guys doing that? Because they're so ugly. Boy George, Marilyn Manson. Maar het is veel meer een lelijke man en niet iedereen doet het. Nee, daar heb jij weer gelijk aan. Het is niks van een lelijke man. Kijk, ik word omringd door een kadaver. Echte kunst, wat ik mooi vind, wat ik apprecieer, dat is als ambacht, dus echt iets kunnen, is verenigd met inhoud met oprechtheid. Dat vind ik toch wel heel erg belangrijk. En niet decoratief is. Soms kan echte kunst heel mooi zijn, maar het zal dan altijd ergens wringen, ergens pijn doen. Want het moet je als kijker aan het denken zetten. En soms moet het ook dingen doorbreken. We zeggen gewoontes doorbreken. En dat vind ik dan wel echt een kunst. Maar ik vind het heel erg moeilijk. Want ik ben zelf zeer ambivalent of ik kunst wel zo'n hoge status wil geven als het heel veel mensen het geven. Ik denk dat er heel veel
rotzooi wordt geproduceerd. Nou, oké, doei. Zelf wel even voor iedereen verloren schrijft. Nou, Marjolein, met een stinkgaten. Zo leg je het fraai, erop.